Vandaag een wonderlist die door jullie is aangevraagd. Namelijk, hoe kun je het beste je koffer inpakken? Deze tips kunnen je vast een handje helpen, zodat je niet meer op je koffer hoeft te gaan zitten om hem dicht te krijgen. De meest voor de hand liggende tip die vaak vergeten wordt is, maak een lijst. Zorg ervoor dat je alleen de noodzakelijke dingen meeneemt. Want de hele inhoud van je kast gaat natuurlijk nooit in je koffer passen. Tip 2. Schaf kleine flesjes cosmetica aan. Het is echt niet nodig om 2 flesjes shampoo en 4 verschillende soorten zonnebrand mee te nemen. Bij de drogist verkopen ze vaak kleine flesjes shampoo en conditioner. Helaas gebeurt het nog wel eens dat een koffer niet mee het vliegtuig in gaat, dus een flesje shampoo in je handbagage kan goed van pas komen. De tip die bijna iedereen gebruikt. Rol je kleding op. Hoewel het niet meteen logisch klinkt, scheelt het echt heel veel ruimte in je koffer. Als je je kleding oprolt, blijft er minder lucht tussen je kleren zitten. Dus genoeg ruimte voor veel belangrijkere dingen. Hoewel je er misschien naar uitkijkt om tientallen boeken te verslinden, terwijl je op strand aan het bakken bent, is het echt niet nodig om 10 boeken in je koffer te proppen. Een e-reader voldoet tegenwoordig prima en je kunt er honderden boeken op kwijt. En geef toe, het ziet er ook nog eens fancy uit. De typische backpacker stikt van de vacuümzakjes om allemaal dikke spullen in op te bergen. En extra ruimte is natuurlijk altijd handig voor alle souvenirtjes die je mee wilt terugnemen. Tip nummer 6. Neem wasmiddel mee. Waarschijnlijk iets waar je niet zo snel aan zou denken, maar een beetje wasmiddel in je koffer is echt een slimme keuze. Als je af en toe een klein handwasje doet, kun je de helft aan kleding meenemen en op een warme bestemming is je kleding zo weer droog. Een laatste tip die alles overtreft, wees kritisch. Denk bij alles wat je inpakt goed na of je het echt nodig gaat hebben. Hoe minder je meeneemt, hoe minder je ook kan verliezen. En het is ook lekker als je niet een mega zware koffer bij je hebt tijdens je reis, toch? Heb jij ook nog andere tips om zo efficiënt mogelijk je koffer in te pakken? Laat het ons weten in de comments. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, sharen en liken, zodat je volgende week weer een gloednieuwe wonderlist kunt zien. See ya en tot de volgende week!